zes weken lang topsport om je winkel goed voor elkaar te hebben. Want ja, er zijn natuurlijk ongeveer 3.500 supermarkten in Nederland. En als je bij de laatste 15 bent, dan is dat wel een behoorlijke eer, ja. Het dorpje is maar klein natuurlijk, hoeven en hartstikke leuk. En het personeel is ook altijd heel vriendelijk. Ja, we zijn super trots op onze nominatie. Ons werd gevraagd om echt out of the box te gaan denken. En toen hadden ze iets van, nou, laten we gek doen. Laten we een ijsbaan in de winkel inzetten. Ik ga zelf voor de 100%. We hebben er alles aan gedaan om de beste te worden. Kunstjes zijn we niet van, gewoon lekker supermarkt spelen. Wat er ook gebeurt, onze klanten is het allerbelangrijkste. Deze Albert Heijn moet de beste supermarkt van het jaar worden, omdat ik hier de allerlekkerste, beste pasta saus aan het maken ben. Zeker spannend. We willen natuurlijk de beker met de grote rol, hè? Daar gaan we voor knallen. Het is een hele leuke wedstrijd. Er wordt echt ook beoordeeld wat vindt de klant van ons. En dat vinden wij wel heel erg belangrijk. Service. Altijd vriendelijk, altijd belangstellend. Als er iets niet op voorraad is, nou, gaan ze kijken voor je. Weet je. Onze mensen zijn echt allemaal trots. Die zijn er helemaal klaar voor. Deze winkel mag van mij winnen. Een goede sfeer, een goed assortiment. Gezellig ingericht. En er is hier voor elk budget wel wat te halen. Ja, we gaan winnen. Ja, we gaan gewoon winnen. Dat is gewoon heel duidelijk. Ja. Als het ons betreft fun brengen en leuke dingen brengen in de winkel, daar staan we altijd wel. En omdat we dus in de finale staan, hebben we in samenwerking met Young Perfect een aantal demo's geregeld. 8 weken op rij. We gaan de mensen die hier komen echt laten merken dat we in de finale staan. Dus we gaan er echt een feest van bouwen. Die mevrouw die achter mij staat, die heeft zelf een heleboel lekkere hapjes gemaakt. En daar staan ze met lekkere hapjes. We hebben hele enthousiaste mensen van Young Perfect in de winkel gekregen om ons te helpen bij het bereiken van de eerste plaats in de finale. Ik vond ik een hele eer dat ik uitgenodigd werd om dit werk ook hier te doen. Van chauffeur tot aan communicatie, top, top, top. Genot om mee te werken. Ik ben er blij mee.